Na een onderbreking van ruim 2 uur door de vele regenval wordt de wedstrijd dan hervat op baan 1. En dus niet op het centercourt dat door het vele water onbespeelbaar is geworden. Dit is Nicolas Basilashvili in het zwart en in het rode shirt André Kuznetsov uit Rusland. En setpoint Basilashvili, hij staat met 6-4 voor in de tiebreak. En hij gaat die tiebreak winnen met 7-4. En de stand na 2 sets is dan 1-1. Toch nog aardig wat mensen langs baan 1. Afgekomen op deze 23e editie van de Sport 1 Open. En dan die derde set. Daar komen we erin op een stand van 3-2. Breakpunt voor Basilashvili op die 3-2 dus. En hij zorgt dat dat punt binnenkomt. Het wordt 4-2. En dat zal later beslissend blijken te zijn in deze finale. Basilashvili is dus in goede vorm. Won dit toernooi onder andere van Westlander Timo de Bakker. Kuznetsov versloeg deze editie van de Sport 1 Open onder andere Robin Hazen en Jesse Houtagalloum. En hier is Basilashvili dus op weg naar een grotere voorsprong in die derde set. En hij heeft meerdere breakpunten die hij wegwerkt en wint later de game. Het wordt 5-2. Dan wordt het nog 5-3, maar dat mag niet laten, want Basilashvili komt hier op 40-15 zijn eerste matchpoint van deze wedstrijd. Beide speelden overigens al 1 keer eerder tegen elkaar. Toen won Basilashvili. En dat kunstje gaat hij ook hier op de matchbanen in Scheveningen herhalen. Want de Georgiër zal hier het winnende punt gaan maken tegen Kuznetsov. En wint daarmee de 23e editie van de Sport 1 Open. Setstanden 6-7, 7-6 en 6-3. Yeah, to win final it's always great and really happy. It was a little bit tough conditions, but best is to win, so I'm really happy. A close call? Yeah, it was close. I was down too much points, or three actually. But in tennis sometimes it happens, sometimes you come back, sometimes you stay there and lose. But I fight in second set and best is to win. And that is Nicolas Basilashvili.